Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, misschien moeten we de naam van het Kamerstuk dat we vandaag bespreken veranderen. Want het gaat niet om de staat van de Europese Unie. Geen enkel land of een ander perspectief komt ook echt voor in het document. Het draait om de staat van Nederland in de Europese Unie. En voorzitter, die laat zich niet alleen op papier, maar ook zien in het handelen van de premier. Het is een premier die actiever is op het Europese toneel dan jaren geleden. Die het belang ziet van Europese samenwerking om invloed te hebben op het wereldtoneel, om klimaatverandering aan te pakken, om migratie beter te reguleren. Ik heb het al aangekondigd dat ik een compliment zou geven, want mijn fractie vindt dat winst. Maar de premier dat laatste wil herhalen, begrijp ik. Maar de premier speelt ook nog steeds zijn oude spelletje, waarin hij het Europees Parlement kleineert en omlaag haalt. Heel anders dan Macron en Merkel, regeringsleiders van groter formaat. Zij zijn druk bezig met de Europese verkiezingen, met hun ambities voor Europa en mede daardoor staan hun kranten er ook vol mee. Het is niet voor te stellen, voorzitter, dat Merkel zou zeggen dat de verkiezingen van het Europees Parlement niet zo relevant zijn. Want Merkel weet dat het een lid van de uitvoerende macht niet gepast is om de waarde van gekozen volksvertegenwoordigers te devalueren. En mijn vraag aan de premier is of hij een rol voor zichzelf ziet weggelegd bij een campagne om een hoge opkomst van de Europese verkiezingen te bevorderen. En voorzitter, van de democratie is het een kleine stap naar de rechtsstaat, de zorgelijke situatie in Hongarije. In september haalde het rapport Sargentini en het Europees Parlement de vereiste 2/3 meerderheid. Het was een enorme prestatie en een institutioneel unicum. En de bal lag daarna bij de Europese ministers en daar ligt die nog steeds. En volgens het verdrag moet de Raad handelen binnen een redelijke termijn. Maar wat is dat volgens de premier? De situatie in Hongarije verslechtert iedere dag. Kritische organisaties moeten meer belasting betalen. Corrupte vriendjes ontlopen hun celstraf. De scheiding der machten en de mediavrijheid die staan bij het grof vuil. Er is een wet die sociale rechten aantast. En dit is wel het moment om op te treden. En in Davos zag ik een premier die vol op het orgel ging. Het land dat zijn toorn had gewekt was niet Hongarije, maar Italië. En het ging niet over de rechtsstaat, maar over geld. Ja, ook niet onbelangrijk. Maar ik zou willen dat de premier bereid is om net zo'n diplomatieke rel te veroorzaken over een van de grootste problemen waar we nu in de Europese Unie mee kampen. De ondermijning van de Europese waarden. En Hongarije heeft zich in zijn kaarten laten kijken. En we weten uit uitgelekte documenten wat Orbáns strategie is. Doen alsof je meewerkt met deze hele artikel 7-procedure. De Europese Commissie en de Raad overvoeren met papier. En proberen alle discussies uit te stellen tot na de Europese verkiezingen. Want hij hecht daar wel aan. We gaan hem hier toch niet mee laten wegkomen. Al dat gesteggel over juridische en technische kwesties. Dit is het moment dat premier Rutte zijn Europese leiderschap moet laten tonen, om met de vuist op tafel te slaan. A deal must be a deal, schreef Koopman Blok deze week in de Financial Times. Maar ook dat ging over Italië en de euro. En waar blijven vergelijkbare harde woorden wanneer de rechtsstaat in het geding is? Voorzitter, in de staat van de Europese Unie besteedt de regering terecht veel aandacht aan digitalisering, aan innovaties door kunstmatige intelligentie. En vooral de concurrentie uit China vinden wij zorgelijk. Omdat zij de nieuwe technologieën gebruiken om mensen systematisch in de gaten te houden en klein te maken, om hun handelen en zelfs hun denken te beïnvloeden, onvrij te maken. En de Chinese overheid die heeft de macht om de beslissingen van Chinese bedrijven te beïnvloeden over wat zij doen met de data waar zij hun hand op kunnen leggen. En dat maakt dat mijn fractie er tegen is om de uitrol van 5G in Nederland aan die bedrijven uit te besteden. Het is een lastig besluit, want wij moeten erkennen dat de Chinezen soms de beste producten hebben. En dat betekent dat wij de concurrentie harder aan moeten als Europese Unie. Via investeringen en visie op de technologische ontwikkelingen. Op bijvoorbeeld het eigenaarschap van data. Dit kabinet is bezig met een China-strategie, al wel heel lang hoor, moet ik zeggen. Maar het is hoog tijd dat het ook gewerkt wordt aan een Europese strategie op China, inclusief op het industriebeleid en het mededinging, zoals ook andere collega's hebben gezegd. Wil de premier zich daar hard voor maken? En tenslotte, voorzitter, onze minister van Buitenlandse Zaken wil dat de Europese Commissie grote stappen zet op het gebied van migratie, klimaat en buitenlandbeleid. Maar daarvoor moet die commissie in zijn ogen dan wel minder politiek zijn dan de huidige commissie. Wat een woestmakende flauwekul, die link. Want ligt het nou werkelijk aan de Europese Commissie dat er geen gemeenschappelijk Europees asielbeleid is? Dat er geen akkoord is over de hervestiging van vluchtelingen uit derde landen? Het zijn de politiek vertegenwoordigers die niet leveren, de ministers van de lidstaten. En dat tast de legitimiteit van de EU aan. En wat stelt minister Blok daar tegenover?
Om het vertrouwen in de EU te vergroten wil hij transparantie, het proactief publiceren van documenten. En transparantie is goed, daar is mijn fractie helemaal voor, maar het is vooral politiek leiderschap dat nodig is. En dat laat zich zien in handelen en ten opzichte van een publiek. En dat is juist wat vaak in Europa ontbreekt. En wat dat betreft zou ik een aanvullend transparantievoorstel willen doen. Want de Raad is medewetgever met het Europees Parlement. En ik wil dat de deuren van de Raad open worden gegooid. Zet er tribunes neer. Zorg dat het publiek aanwezig is op die momenten dat de Raad over richtlijnen stemt en erover spreekt. Want op die momenten is de Raad wetgever en geen diplomatiek onder onsje. En het is goed als zij die bijzondere verantwoordelijkheid voelen en dat het publiek ziet en ervaart dat het niet alleen draait om het belang van hun eigen land, maar dat er ook een geheel is. En wil de premier over dit voorstel nadenken. Dank u wel.